In de wintereditie van Liefdier Magazine las ik een artikel over sledehonden. Deze atletisch gebouwde honden trotseren de meest bizarre weersomstandigheden om te doen waar dat ze goed in zijn. Namelijk het trekken van de sleden. Veel mensen weten echter niet dat ook in Nederland actieve sledehonden rondlopen. Ik nam een kijkje bij een trainingsdag in het Brabantse Knechtsel. Wij trainen met sledehonden met een trainingskar. En dat is een vierwielige kar, die is op ook vierwielen geremd. En daar spannen wij dus de honden voor. En er wordt nagebootst als een sleden. Wij trainen in Nederland om de honden zeg maar sneeuw klaar te krijgen voor in de sneeuw. Dus we trainen eerst op kracht, daarna trainen wij in de sneeuw op snelheid. En van snelheid gaan we naar de sneeuwwedstrijden. Maar wacht even, het is in Nederland toch verboden om je hond voor een kar te spannen? Er is in Nederland een wet, een sledehondenbesluit is er gekomen in 1996. En daar is dus in bepaald dat er 5 hondenrassen, erkende rassen, mogen lopen. Waaronder de Siberian Husky, de Alaskan Malamute, de Groenlander en de Eskimo hond. Heb ik er 4? Kom op Martijn, je kan het! Groenlander, Husky, Malamute, Eskimo, oh ja, en de Samoyed. Heel goed. Moet ik die overnieuw doen? Nee hoor, maak je niet druk, het staat er al op. Tijdens een sledehondenwedstrijd lopen zowel reutjes als teefjes mee. Maar de teefjes hebben letterlijk een streepje voor. Meestal worden de teefjes, de vrouwtjes, die worden voorop in het team gezet. Omdat ze klein, venijnig zijn. Dus echt om de snelheid te houden. Vaak zijn de vrouwtjes wat slimmer dan de mannetjes. Dus dan staan automatisch de mannetjes, de krachtpachters van het team, die staan achter in het team om de kar te trekken. En de vrouwtjes die zorgen eigenlijk voor het pad. Dus die bepaalden de weg en de snelheid van het team. Het zijn niet alleen de honden die het werk verzetten. De bestuurder van de slee, ook wel musher genoemd, heeft zo zijn eigen specifieke taken. Ik als musher ben verantwoordelijk voor het sledehondenteam. Om te bepalen dat niet de honden over de zijkant lopen. En dat betekent dat ik ze dus niet te hard laat rennen. Dat ze te moe zijn, dat ze bijvoorbeeld oververhitting kunnen krijgen. En ik ben het stuur. Ik geef mijn commando's geef ik met mijn stem aan met links en rechts. En dat doen wij met G en Hop. Internationaal hebben wij afgesproken om dus internationale commando's te geven. Is Nederland niet een tikkeltje te warm voor deze vorm van hondensport? Ja, vaak is het te warm. Wij trainen onze teams enkel als het onder de 15 graden is. Daarboven heb je dus snel kans op oververhitting. En hoeveel honden heb je eigenlijk nodig om een team te vormen? Om een sledehondenteam te vormen is 1 hondje al genoeg. Want je zou kunnen beginnen met een step en met 1 hondje te vormen. Als je verder wil met een vierwielige kar, dan is minimaal 4 honden is de kleinste klasse in onze wedstrijd. Wedstrijden worden georganiseerd door de verschillende Nederlandse sledehondenclubs. Ja, er zijn in Nederland sledehondenclubs en die verzorgen weekenden. Dat zijn of info-praktijkweekenden of wedstrijden. En die wedstrijden zijn eigenlijk meer voor om de jonge honden te laten wennen aan de wedstrijden in de sneeuw. Een sledehondenwedstrijd in Nederland is tussen de 4 en 7 kilometer lang. Een goede voorbereiding van het team is dus van groot belang. Wij doen zeg maar voor de wedstrijd, een uur voor de wedstrijd, doen wij de honden afwateren. Dat is om de honden vocht toe te dienen, omdat ze dan onderweg niet de plas inspringen om te kunnen drinken. Dan gaan ze de bus in en als ze dan een hokje in zitten, dan gaan ze zeg maar een kwartier voor de wedstrijd, worden ze uit de bus gehaald en dan worden ze dus aan de stakeout gezet, een ketting. En dan staan de honden allemaal aan, omdat we niet genoeg handjes hebben om al die honden in bedwang te kunnen houden. Dan krijgen ze het tuigje om, nou, dan snappen die honden het al, die beginnen te brullen. En dan spannen wij dus de honden voor de kar inspan. En dan gaan wij naar de start toe. En bij de start ja, is het 3, 2, 1, go. En dan gaan we starten. Zeg Martijn, zo'n roedel met werkende honden, eten die je niet helemaal arm? Nee, dat valt best wel mee, want een husky die kan met weinig voeding kan die heel goed rondkomen. Kan die hele zware last trekken, heel hard sporten en dat doen ze met heel weinig voeding. Maar over voeding gesproken, je ziet er zelf ook niet echt atletisch gebouwd uit. Nee, dat klopt, maar het is ook een sledehondensport.
Dus de honden die moeten het werk verrichten en niet de musje die achterop staat. Ik zie dit als ja, wedstrijd. Ik wil altijd winnen, dat zit er altijd in. Niet ten koste van de honden, maar ik wil het beste uit de hond halen. Ook al is een hond niet snel, als hij het eruit haalt wat hij eruit kan halen, dan is dat voor mij al voldoende.